Is autisme erfelijk? Geschat wordt dat 1 op de 100 mensen autisme heeft. Autisme komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes, alhoewel het bij meisjes meer voorkomt dan vroeger werd gedacht. Autisme krijg je mee bij de geboorte. Er zijn duidelijke erfelijke componenten in het spel. Inmiddels zijn meerdere genen ontdekt die de kans op autisme vergroten. Als een van de ouders autisme heeft, is de kans op een baby met autisme 25%. Uit onderzoek blijkt dat in families waarin autismegenen voorkomen, uiteindelijk 1 op de 4 kinderen ook daadwerkelijk autisme heeft. We hebben families waar 2-3 personen die drager zijn van een specifieke genafwijking ook daadwerkelijk autisme hebben. Maar waar ook 3-4 zijn die ook drager zijn van die afwijking en die helemaal niks hebben. Of die iets tussenin hebben, die zo broader autism phenotype hebben, iets in dat genre. Dus ze neigen naar het spectrum, maar dysfunctioneren niet bijvoorbeeld. Dus die families zijn we eigenlijk volop aan het onderzoeken om ons af te vragen, wat maakt u eigenlijk dat zelfs binnen één familie individuen met dezelfde genetisch profiel de aandoening gaan ontwikkelen en iemand anders niet. Je kunt dus de gene hebben en toch geen autisme hebben. Genen verklaren maar voor een deel de aanwezigheid van autisme. Er zijn dus ook nog andere factoren in het spel. Er zijn zeker een aantal andere factoren van invloed. Eén groep factoren zijn als relatief gemakkelijk te onderzoeken. Dat zijn de andere genen. Dat hebben we nog in de hand. Maar er is een toenemende consensus bij wetenschappers dat er ook milieufactoren een rol spelen in een aantal combinaties, in een aantal genetische situaties. Dus waarschijnlijk dat die hele hoge heritabiliteit van 90%, dat voor een deel zuiver genetische factoren zijn. Dus waar de genen voldoende zijn om de aandoening te krijgen. Alhoewel je niet noodzakelijk de aandoening zal krijgen als je die genen hebt, maar ze zijn op zich voldoende. En dat er een deel is waar een bepaald genetisch profiel moet interageren met bepaalde milieufactoren. Dus waar het genetisch profiel meer een kwetsbaarheid is dan de alleenstaande oorzaak eigenlijk.